Het vaste, beste broeder, is niet alleen maar dat je zeg maar je onthoudt van drinken en van het eten en gemeenschap en andere zaken die het vaste verbreken. Maar het vaste houdt in dat jouw hele lichaam vast en in zak. Tahrif, oftewel zeg maar de taalkundige betekenis van een soom, dat is eigenlijk het onthouden van iets. Gebruik deze maand en ga ermee om alsof het jouw laatste Ramadan is. Hoe zou jij handelen, beste broeder en zuster, als jij zou weten dat dit jouw laatste Ramadan is? Hoe zou jij omgaan met het gebed? Hoe zou jij omgaan met het reciteren van de Koran? Hoe zou jij omgaan met de sadaqa die je zou uitgeven in de Ramadan? Een maand waarover hij, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd: wie in de maand Ramadan vast uit geloof en rekenend op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala, al zijn voorgaande zondes vergeven worden. Al zijn kleine zondes natuurlijk, hè. Al zijn kleine zondes vergeven worden. En van de grote zondes is Toba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Beste broeders en zusters, welkom allemaal deze jongere avond. Er is jullie waarschijnlijk al twee keer welkom geheten deze avond. Ik doe het nogmaals. Ik ben blij om jullie allemaal te zien vandaag. Jullie gezichten doen mij goed, doen mij deugd. Het vervult mijn hart om jullie hier allemaal te zien tijdens deze mooie avonden. Dat zijn de jongere avonden altijd wel geweest. Alleen in de Ramadan is het toch wel wat extra mooier. Een extra impuls om jullie zo allemaal te zien. Wat meer eenheid, uniform. We zijn allemaal aan het vasten. We zijn allemaal hierheen gekomen om geprobeerd onze tijden zo goed mogelijk te benutten. Met de intentie hoop ik... En daar ga ik ook vanuit dat we hierbij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala proberen te verkrijgen. Dat we hier zijn nu, dat we zijn gekomen hierheen, dat we hier zijn, dat we zo meteen weggaan. Wetende en geruststellend dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met ons is. En dat is een gevoel, daar wil ik jullie op herinneren, allereerst mijzelf ook, dat niet iedereen is gegeven. Weet dat op dit moment, helaas... Mensen zoals wij, moslims, bezig zijn met hele andere zaken. Bezig zijn met verkeerde zaken. Bezig zijn met zaken die Allahs boosheid subhanahu wa ta'ala oproepen. Bezig zijn met zichzelf eigenlijk de vernietiging in te helpen. Weet dat deze mensen er zijn in overvloed. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft jullie allemaal hier vandaag gekozen om de andere weg te bewandelen. Om de weg te pakken richting de moskee. Dus allereerst wees heel erg scherp tegen jezelf en realistisch tegen jezelf en geef je hart een verzachter. En weet dat je Allah jou heeft geleid om hierheen te komen. Wees Allah dankbaar daarvoor. Wees Allah dankbaar voor het feit dat Hij jou heeft geleid om zulke lezingen bij te wonen.
om bij elkaar te komen. Om de eenheid te proeven die wij, zo nu en dan missen bij elkaar. Dit verdient dankbaarheid jegens de schepper van alle schepselen. Als het goed is, hebben mijn geliefde broeders gesproken over de gunsten van Ramadan en over de ethieken van Ramadan. Correct? Dan blijft er weinig voor mij over om nog over te spreken, maar inshallah, we gaan onze tijd goed benutten. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vanuit zijn ultieme wijsheid mensen geschapen over de hele wereld. En hij heeft bepaalde mensen boven de andere mensen verheven in status en eer. Zo ook heeft hij bepaalde plekken, geografische plekken, verheven boven de anderen. Denk aan Mekka en Mukarrama, denk aan Medina en Munawwara. Als je daar bent, dan merk je al dat er hier een bepaalde sfeer en eer is in de islam. Zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook onder de maanden, enkele maanden, verheven in status. Een van die verheven maanden is de maand Ramadan. De maand waarin wij nu leven. Dit is een zeer verheven maand bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het is, sterker nog, het is de maand waarin zijn woorden zijn neergedaald. Waarin de Koran is neergedaald. Het is de maand van de Koran. Het is de maand van de taqwa. En dat dienen wij ons te beseffen. Dat we in een zeer speciale maand zitten allereerst. Maandelijks geven wij lezingen hier. Die gaan over allerlei verschillende boeiende onderwerpen die mensen raken. Sommige mensen niet raken. De ene meer dan de ander. En waar wij elkaar herinneren en vermanen. En toch zijn de lezingen, subhanallah, in Ramadan veel dichterbij. En ook veel dichter bij de bezoekers. Omdat jouw hart in Ramadan, subhanallah, Allah opzoekt. Vanuit jouw natuurlijke aanleg, vanuit jouw fitra. Zo heeft Allah subhanallah je geschapen. Ramadan, de maand van taqwa en de maand van de Koran. Of je nou wil of niet, jouw lichaam en jouw hart gaat met jou naar de moskee. Kom mij niet zeggen dat we in alle overige maanden zo enthousiast en zo snel en zo vaak naar de moskee gaan, als we eerlijk mogen zijn. Jouw hart vraagt van jou, die wil voeding van jou hebben, die wil voeding hebben, dat zoekt hij in de moskee. Je ziet mensen komen van alle kanten richting de moskee naar één plek. Het is omdat de hart dat nodig heeft. Zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala de mens geschapen. En in deze maand heerst dat nog sterker bij ons. En dat zijn een van de tekenen van Ramadan. Een van de mooie aspecten van Ramadan. Laten wij deze maand dus met grote met beide handen pakken en benutten. Laten wij deze maand tegemoet komen met een hart dat snakt naar berouw en vergeving. Een hart dat zich wil reinigen van zondes en fouten die wij allemaal één voor één in het verleden hebben begaan. Of het dan grote fouten waren of kleine fouten. Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft de dienaar als hij oprecht en met een zuivere intentie berouw toont, zal hij hem vergeven. En er is geen enkele andere maand hoger of belangrijker dan de maand Ramadan om berouw te tonen van onze fouten. Van onze fouten die we soms maken zonder dat we er stil bij staan. Hoe vaak beginnen we de dag en gaan we werken en gaan we naar school en komen we terug. En we bidden, ik zal maar iets zeggen of we op tijd bidden of niet, maar we bidden. En dan denken we van, we hebben het goed gedaan. Ik heb het ding gedaan, ik heb gewerkt, ik ben kostwinner. Ik heb gebeden, ik heb het goed, ik mag trots op mezelf zijn. Op het feit dat wij niet zoveel religieuze kennis hebben of tekortschieten in kennis, is een oorzaak waardoor wij niet weten hoeveel zondes wij eigenlijk begaan dagelijks. Wij begaan zondes dagelijks, wij allemaal, zonder dat we doorhebben dat het zonden zijn. Het feit dat je dat al doorhebt, is voor jou al een reden om vooral in deze maand terug te gaan naar jouzelf, in gesprek te gaan met jouzelf en eerlijk te zijn met jouzelf en desnoods letterlijk in de spiegel te gaan kijken en zeggen van, jij moet nu even stoppen. Ik krijg je ergernis. Jij moet nu stoppen. Er is geen ander moment dan dit moment om dat tegen jou zelf te zeggen. Om nu te zeggen van, waar jij mee bezig bent,
En waarvan alle andere mensen die buiten zijn, dat niet weten van mij. Die zien altijd met een leuk gezicht, altijd vrolijk, et cetera. Maar toch weet jij in jezelf, en dat is voor iedereen even persoonlijk, het is een gevoelig onderwerp, dat jij met bepaalde zondes nog zit. En dit is dan ook een individuele opdracht voor iedereen. Om vanaf vandaag, vanaf deze maand, dit is jouw kans. Zodra deze maand weg is, en dat heeft de broeder volgens mij al gezegd net, dan gaan er dingen veranderen. Dan ga je weer worden verleid door allerlei zaken. Dan word je wat minder sterker. Ik kan jullie wel gaan vertellen dat we sterker moeten worden door Ramadan. En we daaruit lijn moeten doortrekken. Maar wat gebeurt er in de werkelijkheid? Wat gebeurt er aan het begin van de maand Shawwal in de moskeeën? We bidden nu met 10, 15 rijen verder, maar er zijn er nog maar twee. Dus is het niet een vaststaand feit dat we buiten de tijd van Ramadan zwakker worden? Als je dat weet op dit moment, en dan koppel ik het terug met wat ik net zei, en je weet van jezelf dat je nog aan punten moet werken van jezelf, dan is dit de maand dat je nu moet opstaan. Dat je nu dingen moet gaan ordenen op een lijstje die je zelf mag maken en daar prio's aan gaat stellen. Waar ga ik aan werken deze Ramadan? Je houdt niemand voor de gek, behalve jezelf als je dat niet doet. Als je dat niet doet, dan is het een verloren maand. Want wat ga je tegen jouzelf zeggen op de 30ste van Ramadan, als we horen morgen is niet, als je terug gaat kijken, wat heb je bereikt? Het is niet genoeg om te zeggen van, nou, het is waardevol dat je de gebeden hebt verricht met ons, dat je de tarawih hebt verricht, niet met ons, met de moslims. Maar wat heb jij persoonlijk van de Ramadan geplukt? Hoe heb jij jezelf persoonlijk ontwikkeld in Ramadan? Zonder dat te gaan pronken bij anderen met wat je allemaal hebt bereikt. Dat je 3 of 4 gisteren hebt gelezen van het Koran. Daar heb ik het niet over. Een kind van 6 jaar kan 4, 5, 6 gisteren memoriseren. Het gaat om het feit waar wij als volwassene broeders, dit is een nasiha vanuit mij naar jullie toe. Allereerst naar mijzelf toe, vervolgens naar jullie pas. Om voor jezelf op te schrijven, voor deze Ramadan wil ik dat en dat en dat bereiken. Wil ik mij op islamitisch gebied op deze en deze en deze punten verbeteren. En ik weet dat het kan. En als ik hier en daar tegenaan loop, ik vind het moeilijk om dit te praktiseren, dan stop ik en schakel ik hulp in. Dan ga ik naar de moskee. Dan spreek ik iemand aan. Oh nee, dat kan niet. Ik kan geen Arabisch, ik kan geen Darija. Geen probleem, dan spreek je een jongere aan die Nederlands kan. Maar het begint altijd bij jezelf. Ga nooit de schuld zetten bij iemand anders of met je vinger gaan wijzen. Ga altijd terug naar jezelf. En als je een fout hebt gedaan, dan heb jij het fout gedaan. Niet je omgeving. Niet mijn omgeving, er zaten veel verleidingen in. Of ik was te druk met mijn werk. Altijd met je vinger eerst naar jezelf. Altijd eerst naar jezelf. En dan kritisch zijn. En het is een gevoelig punt. Het zal moeilijk zijn. Maar dat is de manier hoe je het meeste uit Ramadan haalt. Dat je aan het eind van de maand kan zeggen. Van oké, ik heb 10 punten opgeschreven. Maar ik heb er maar 2 behaald. Moeten we dan negatief zijn? Nee. Het feit dat je 2 dingen hebt behaald van de 10, mashallah. Sommigen hebben er 0 opgeschreven en 0 behaald. Dus dan ben je de grote winnaar. En het feit dat jij een ontwikkeling maakt van 0 naar 1, en de ander van 1 naar 5, dus een grotere stap, daar moet je naar kijken. Je moet kijken naar het feit dat je überhaupt een stap omhoog maakt. Een stijging in jouw leven, daar gaat het om. Echter als deze broeder... heel snel zijn ontwikkelingen maken, snel dingen voor zichzelf aanpassen in zijn leven. En deze broeder doet wat moeilijker, heeft wat meer last, want dat is geen probleem. Als je aan het eind van de maand Ramadan maar progressie hebt geboekt, en dan pas komt het verhaal van vasthouden. Maar je moet eerst investeren in de maand Ramadan, in jouzelf. En we moeten erop waken, zo zijn wij mensen, dat we heel snel de vinger gaan wijzen naar anderen. En er is een gezegd dat als je wijst naar iemand, dat je altijd... Dit is de kans voor jullie beste broeders en voor mij ook absoluut voor ons allemaal. En we dienen hier elkaar ook hierin te steunen. Nogmaals, wij bevinden ons in de gezegende maand Ramadan. Een maand van vasten omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Een maand van het staan in het gebed omwille van jouw Heer. Een maand van het lezen en overpeinzen van de Koran omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Een maand van vergeving van jouw Heer. Een maand van vrijgevigheid en goedheid. Een maand waarin alle 8 deuren van het paradijs open zijn. Een maand waarin alle 7 deuren van de hel gesloten zijn. En een maand waarin alle shayatin vastgeketend zijn. Ze zitten vast. Een maand waarin de smeekbedes worden verhoord. Een maand waarin een dienaar
in trainings kan stijgen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Een maand waarin de zondes worden vergeven. Een maand die behoort tot de pilaren van de islam. Een maand die onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft gevast. Een maand die hij zelf ook ons heeft bevolen, ons moslims, om het te vasten. Een maand waarover hij sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, wie in de maand Ramadan vast uit geloof en rekenend op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala, al zijn voorgaande zondes vergeven worden. Al zijn kleine zondes natuurlijk, hè. Al zijn kleine zondes vergeven worden. En van de grote zondes is toba nodig. Deze hadith houdt in dat de kleine zondes dan vergeven worden. De profeet sallallahu alaihi wa sallam geeft hier twee eisen in voor. Als je 1 en 2 doet, worden al jouw voorgaande zondes vergeven. Wie in de maand Ramadan vast uit geloof en rekenen tot de beloning van Allah, al zijn voorgaande zondes zullen vergeven worden. Dit betekent, het staat niet in het programma om hier diep op in te gaan, is hadith, maar in het kort betekent dat je, waar we het net al over hadden eigenlijk, hoe serieus neem je Ramadan en hoe bereid je je voor op Ramadan en welke input lever je dagelijks voor de Ramadan? Jouw bezigheid met Ramadan. Een maand waarin de nacht van de voorbeschikking, Laylatul Qadr, zich bevindt. Laylatul Khair min alfi shahr. Een nacht dat beter is dan 1000 nachten. Een nacht van aanbidding dat beter is dan 84 jaar bijna. Als er wiskunde mensen onder ons zitten. 84 jaar, één nacht, bevindt zich in Ramadan. Buiten Ramadan ga je hem niet vinden. Hij bevindt zich in Ramadan. Mis je nu de trein, dan mis je hem. Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam daarover? Hij zegt daarover, degene die van haar zegeningen ontnomen worden, van wie zegeningen? Laylatul Qadr. Die wordt ontnomen van al het goede. Dit is een herinnering voor het feit allereerst om gebruik te maken van Laylatul Qadr, om dit al te plannen. Heb je een agenda thuis, heb je een zakelijke agenda van je werk, zet hem erin. Van tevoren, elke keer als je dat en je ziet hem, oh ja. Hij komt eraan. Ik heb nog maar zoveel dagen. Ik ben al bezig met Ramadan. Ik ben al goed bezig. Maar Laylatul Qadr komt eraan. Ik wil een schepje erbovenop. Even extra gas geven weer. En zo blijf je jezelf continu vermanen. Met als doel, alles wat wij zeggen, is het optimale uit Ramadan halen. Want 30 dagen is zo gepiept, is zo weg. En dan heb je spijt. Dan is hij weg, dan duurt het weer een jaar. En wie geeft jou de garantie dat jij komend jaar tot de mensen behoort die Ramadan gaan meemaken? Is jullie al verteld hoe de Sahaba met Ramadan omgingen? Over het feit dat als de Ramadan afgelopen was, dat ze 6 maanden lang bezig waren met het vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala om het van ze te accepteren. 6 maanden lang. 180 dagen lang. Bezig met Allah subhanahu wa ta'ala en vrezend dat Allah het eventueel niet van ze zou accepteren. We hebben het over de Sahaba. Waar zijn wij ten opzichte van de Sahaba qua iman? Als we al onze iman bij elkaar zetten, dan zijn we mijlen ver van de iman van de Sahaba. En zij waren 6 maanden lang bezig na Ramadan, vrezend dat hun Ramadan niet geaccepteerd zou worden. En zijn hun aanbidding in Ramadan even als die van ons? Nee. Alsnog waren zij bang dat het niet geaccepteerd zou worden. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Hoe moeten wij daarmee omgaan? Sommige mensen laten niet eens 1 traantje in Ramadan. 1 traantje omwille van Allah. Dit is de maand van Ramadan. De maand waarin jouw hart zijn voeding dient te krijgen. De maand waarin jouw hart zich mag uiten en zich aan Allah subhanahu wa ta'ala mag aansluiten. Beste broeders en zusters, het vasten in zijn algemeenheid behoort tot een van de grootste daden binnen de islam. Tot de grootste daden van aanbidding. En is een van de beste manieren om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Abu Huraira radiyallahu anhu overleverde de profeet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam heeft gezegd in een hadith Qudsi. Qala Allah, Allah zei: Kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه الحديث عن أكثر أفضل الدير بعيكم وفي رواية المسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي فتعرف هذا الحديث إدرى أن صوم خلق بخراب خي عرابي صوم خلق zoals een ander gaf daar ook constant. Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem. Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem. Het gebed, zaka, el hajj, alles doe je voor je eigen schatkist, voor je eigen jackpot, noem het hoe je maar wil. Je moet je eigen kist aanvullen. Constant in het leven. Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem. Behalve het vasten. Een vaste is een aanbidding, maar behalve het vaste, die is niet voor de dienaar. Het vaste is voor mij, zegt Allah. En ik geef er beloning voor. Hij laat zijn behoeftes of zijn verlangens, zijn eten en drinken voor mij. Degene die vast heeft twee vreugdes of twee genoegens of twee blije momenten, noem het hoe je wil. Eén moment als hij zijn vaste verbreekt en één moment als hij zijn Heer ontmoet. En de adem uit de mond van de vastende is bij Allah beter dan de geur van muskus. En de aanvullende riwaya. Elke goede daad van de zoon van Adam wordt 10 tot 700 keer vermenigvuldigd. Elke daad. Dan hadden we het over salah, hajj, zakah en alle andere goede daden. Die worden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd. Je weet eens hoeveel rekenmachine dat aan kan. Behalve het vasten, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is waarlijk voor mij. En ik geef er een beloning voor. Hij geeft duidelijk aan hier, subhanahu wa ta'ala, dat hij vasten een speciale plek geeft. Dat hij vasten niet onder de rest van de ibadat, van de aanbiedingen schaart. Bij mij, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mij rijst daar meteen de vraag van, waarom? Waarom is dat zo? Ik ga niet eens zeggen van, is dat logisch of niet? Want we hebben het hier over Allah, subhanahu wa ta'ala, al-alim, de alwijze. Dus er zit een hikma achter. Het is slechts aan ons nu om erachter te komen van, ik wil ook meedelen in de hikmah, ik wil ook weten wat voor wijsheid erachter zit, zodat ik ook daar het optimale uit kan halen. Deze overlevering, daar gaan we even stil bij staan en we proberen hieruit bepaalde voortreffelijkheden, bepaalde gunsten, bepaalde nuttigheden eruit te halen. Allereerst natuurlijk de grote vraag, Allah zegt, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ En die gaan belonen. Wat betekent dat? Waarom? Is alleen het vasten uitgezonderd. En dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen daarvoor zelf de dienaar gaat belonen. Dat is om het feit, dat is vanwege de status van het vasten. Normaal gesproken heb je bij andere aanbiddingen, bijvoorbeeld het gebed, dat je verrichtingen moet doen. Ik heb bur, ik heb elkaar, ik heb zit. Wie maakt verrichting? Men ziet jou. Er is een kans op het feit dat je eventueel je gebed, als Satan langskomt, wat mooier gaat maken. Mensen luisteren naar mij. Ik sta in het midden, dus ik ga wat mooier tajweed doen, wat mooier de ahkam wat beter uitspreken, wat langer over de sujud doen. Dat kan, hè? Als Satan bij je langskomt, dat heet ria. Dat je gaat uitsloven voor iemand anders in de aanbidding. Terwijl de asl is het puur en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala doet. Maar het bestaat. Zo ook met andere zaken, met de hajj, met andere aanbiedingen. Daarbij is er altijd een mogelijkheid waarbij je kan uitsloven tegenover een ander, als je dan niet de baas is. Dat je eigenlijk, zonder dat je het doorhebt, komt eigenlijk als een soort van koude gif, komt het in je zonder dat je het doorhebt, het eigenlijk al doet. En pas halfweg, misschien twee dagen gaat dit van, ah, nee, stop maar mee. Het gebeurt, dat is menselijk. Ik geef u een inleiding om uit te leggen waarom Allah uiteindelijk het vaste voor zichzelf heeft belegd qua beloning. Als we kijken naar het vasten, kan je bijna niet iets doen voor een medemens. Vasten is de top van ikhlas, van de zuivere aanbidding. Je kan niet vasten voor iemand anders. Je kan niet vasten om het mooier te maken voor iemand anders. Hoe kan je genieten om iets voor iemand anders te doen terwijl je doorgaat van de honger en dorst? Welke persoon zou dat doen? Ik kan me niet voorstellen dat jij honger gaat lijden
gaat krijgen. Je moet onthouden van bepaalde gemeenschappen met bijvoorbeeld je echtgenoten gedurende het vasten. Om het voor iemand te doen, een mens, een schepsel, dat is bijna ondenkbaar. Het vasten dan. Want het gebed en anderzijds zijn kortstondige ibadat. Na een paar minuten is het afgelopen. Dus dat hou je wel vol, als je zit aan ons komt. Maar als zo'n hele dag, dat kan niet. In siyam zit oprechtheid. Je onthoudt jou van eten, van voedsel en drank en gemeenschap omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat heeft sabr nodig, dat heeft opoffering nodig. Op een gegeven moment, als je jezelf afvraagt tijdens het vasten, als je een bepaalde momenten hebt in de dag, en je denkt van, ik heb het echt zwaar, ik voel wat droogte opkomen, ik heb eigenlijk wel dorst of honger. Het zou echt totaal niet verkeerd zijn om nu lekker een glas water te krijgen. En dan wat denk je op dat moment? Dan denk je van, dit gaat zo over, dit gaat zo over. Want dan ga je weer verder. Voor je het weet heb je dat niet meer. Dan ga je verder. Sabr, sabr, sabr. Dan ga je weer verder. Andere woorden, het kost moeite. Het kost kracht. Het kost veel geduld. Dat doe je niet zomaar voor iemand. Dus wat komt er bij het vast te kijken? Een ikhlas. Zuivere intentie omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je iets doet, niet eens voor iemand anders. Niet voor je vader, niet voor je moeder, niet voor je vriend. Je doet het voor Allah. Je hebt geen andere keus. Vast is een moeilijke zaak. Als je het al doet, dan doe je het voor Allah. Je doet het voor die beloning. En omdat dit zo'n belangrijk punt is, dat dit een aanbieding is waaruit de oprechtheid en de zuiverheid zo hoog komen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze aanbieding voor zichzelf getrokken en om daar speciaal voor te belonen. Dit geeft een enorme status aan het vasten. Dit geeft, zodra je begrijpt wat er wordt gezegd in de hadith, in de ayat in de Koran, geeft jou een boost voor jouzelf. Geeft jou op een gegeven moment als je aan het vasten bent, dat je geen momenten meer hebt van, ja, waarom doe ik het eigenlijk, weet je. Want mensen kijken naar me aan en denken van, ja, ik moet het doen, dat de sociale controle zo groot is. Veel gewoon Marokkanen, zo in de buurt, iedereen kent me, ik ben er zo'n fout, dus ik kan niet zomaar iets doen, etc. Ik moet echt op mezelf letten, etc. Voor je het weet ben je helemaal aan het denken van, wat gaan mensen van mij denken? Op de duur gedurende de dag, en gedurende de maand, dus de langere duur, dag in dag uit, dag in dag uit, dag in dag uit, ga je steeds meer aan jezelf bouwen. Onbewust, je hebt het niet eens door. Maar je hart wordt steeds meer getraind. En dat trainen zorgt voor een verhoogde oprechtheid jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Want op een gegeven moment houdt de shaitan het op, houdt de shaitan het voor gezien. Of jouw eigen ego houdt het ook voor gezien. Je kan er niks aan doen, want vasten heeft als bijkomend effect dat het oprechtheid toont jegens Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is die onttrekking van voedsel, van drank, een gemeenschap. En waarom? De vraag is waarom? Je doet het omwille van Allah. En omdat deze zaak zoveel oprechtheid en zoveel zuiverheid met zich meebrengt, heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor zichzelf bewaard. En hij gaat uiteindelijk zorgen voor de definitieve beloning. Net zoals een bekende voorbeeld spreekt, is dat je op een gegeven moment, of iemand, een dienaar, die aan het vasten is, en die is ergens, het is heel erg warm. Noem het een hittegolf, het is super warm. En de dorst ontstaat. En er is niemand bij hem. Niemand is bij hem. Verbeeld jezelf eens in een lege kamer. Niemand is bij hem. Je weet zeker dat de komende tijd ook niemand naar binnen komt. Je hebt een koelkast met heel koud water. Het is super warm. De actie die er benodigd is om je dorst te leggen is heel makkelijk. Je loopt naar de koelkast, je pakt een fles water en je drinkt. Wat houdt de moslim van het feit om te drinken? Wat houdt hem daarvan af? Wat is hetgeen hem afhoudt om te drinken, onze vast te verbreken, onze dorst te lessen? Want we hebben het niet hier over niveaus in geloof. Wie er verder is dan de ander. We hebben het hier over alle dienaren. Wat houdt elke dienaar er vanaf om niet te gaan drinken bij een hete dag, terwijl hij echt dorst heeft? En de mogelijkheden zijn er. Als hij al last had van de mensen, er zijn geen mensen. Hij is helemaal alleen. Wat houdt hem tegen? Taqwallah. Vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Vrees voor zijn bestraffing. Houdt hem tegen. En dit is hetgene wat het vaste ook in status doet vermederen. Dat het vaste een speciale plek heeft gegeven bij Allah subhanahu wa ta'ala. En hetgene de moslim ook eer moet geven. Dat hij is uitgekozen om als moslim de plicht te hebben gekregen, de bevel te hebben gekregen om mee te doen met Ramadan. Om te vasten. Om deel te mogen nemen aan deze voortreffelijke aanbidding. En om blij te zijn dat hij als moslim mee kan doen aan de Ramadan.
Verder doe ik een stap naar de volgende stuk in de hadith. Het feit dat er voor de sa'im, voor de vastende, twee vreugdemomenten zijn. Twee vreugdemomenten. Dus het is niet alleen maar de moeite die men neemt tijdens het vasten om zich te onttrekken van voedsel en drinken en et cetera. Er zijn twee vreugdemomenten. En deze moeten vastende koesteren. Om ook te weten hoe die moet genieten van zijn vasten. Of wat hem te wachten staat. En wat hem uiteindelijk die voldoening gaat geven om door te zetten. Wat zijn deze twee momenten? We hebben een wereldse genieting, een wereldse vrolijk moment bij een moment. En we hebben hier namaals. De wereldse is op het moment dat je je vasten gaat verbreken. Dat zodra het adhan van Salat al-Maghrib is opgeheven, dat je dan weer mag genieten van het eten en drinken en al de zaken die verboden voor jou waren gedurende de tijd van het vasten. Een dienaar haalt daar zijn vreugde uit op dat moment. Hij is blij dat Allah subhanahu wa ta'ala hem succesvol heeft gemaakt en hem heeft geleid naar het vasten van Ramadan. In specifiek het vasten in zijn algemeenheid. Hij moet blij zijn en dankbaar zijn op dat moment dat Allah hem heeft gekozen en heeft geleid om tot de vastende te behoren. Hij moet blij zijn dat hij met de kracht en succes van Allah subhanahu wa ta'ala de dag heeft volbracht. En heeft afgerond. Want als het alleen op zijn eigen kracht zou afkomen, zou hij niks kunnen doen. Het is slechts de kracht en de succes van Allah subhanahu wa ta'ala die de dienaar succes geven in zijn aanbidding. Die hiernamaals een genieting is op het moment dat jij jouw Heer gaat ontmoeten. Dat je je Heer gaat ontmoeten en dan de beloning gaat zien waar we het zojuist al over hebben gehad. De beloning die niet berekend kan worden. De beloning die niet is aangegeven. De beloning die wij niet kennen. Wij weten niet hoeveel beloning het met zich meebrengt. Maar we weten wel dat het veel is. Waarom weten we dat het veel is? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim is. De meest vrijgevig. Hij zegt, فَإِنَّهُ لِي وَعَنَ أَجْزِي بِهِ. Hij benadrukt dat hij die verantwoordelijkheid daar met zich mee gaat brengen. Dat hij voor de beloning van de vastende gaat komen. En als wij weten dat hij Al-Karim is, een van zijn schone namen. Wat kan je je dan al voorstellen met hoe groot de beloning zal zijn? De meest vrijgevige. En als je wil weten hoe vrijgevig Allah is, subhanahu wa ta'ala, dat zal je nooit weten. Maar om alleen maar de ma'na dichterbij te brengen, kijk alleen al hoeveel generaties er hebben geleefd op aarde. Vanaf het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala de aarde en de hemel heeft geschapen. Voorziet hij al alle mensen die hebben geleefd. Hoeveel voorziening is het allemaal bij elkaar geweest? Is dat te tellen? Hoeveel voorziening heb jij al alleen maar gekregen in jouw leven? In deze kortstondige leven van enkele decennia's. Dat kan je al niet bijhouden. Laat staan wat jouw vader heeft gehad en jouw voorvaderen. De alle volkeren die zijn geweest. Hoeveel heeft Allah subhanahu wa ta'ala al aan de mensen voorzien? Is hij niet de meest vrijgevige? Bella, hij is de meest vrijgevige. En hoe gaat hij op die dag, als hij zegt van فَإِنَّهُ لِي وَعَنَ أَجْزِي بِهِ. Hoe groot zal de beloning voor jou zijn op die dag? Voor degenen die het vaste zijn nagekomen zoals het hoort. Heb jij niet het gevoel op dit moment als je dit hoort? Dat je alles uit jouw vaste wil halen. Dat je alles uit jouw Ramadan wil halen. Dat je die momenten, die lakse momenten uit jouw schema wil halen. En zegt, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ik ga wat nuttigs doen. Zoals de broeders hiervoor al hebben gezegd wat betreft jouw tijdsindeling. Heb je niks te doen, dan pak je een Koran en ga je lezen. Ben je niet geconcentreerd om Koran te lezen op het moment, dan zet je de automatische piloot aan. Dan ga je gewoon lezen. Want je weet, daar zit goedheid in. Je verspilt je tijd niet zo. Buiten de gebeden, buiten de dorro's, et cetera. Maar verspil geen tijd, verspil geen moment in Ramadan. Want het is een gast die langskomt. En als hij weg is, weet jij niet of jij tot degene behoort die hem volgend jaar nog zal verwelkomen. Terug naar de hiernamaalse genieting, de tweede genieting. De eerste was tijdens het verbreken van het vasten, de dankbaarheid die je dan moet tonen. De tweede was op het moment dat je jouw Heer gaat ontmoeten. Er zal dan tegen jou worden gezegd. Of er zal worden gezegd.
Of allereerst, er is in de, een van de 8 deuren van de hemel, dat heet Babur Riyan. Daar hebben jullie vast allemaal van gehoord. Er zal dan worden gezegd, of worden geroepen, Eina Sa'imun. Waar zijn de vastenden? Er wordt geroepen, terwijl al de mensen daar zijn. Waar zijn de Sa'imun? Er wordt geroepen naar een specifiek gedeelte van de mensen. En de mensen zullen op dat moment zullen aan het wachten zijn en hopen dat ze tot die mensen behoren. Want wat is er met deze Sa'imun? Waarom wordt er naar ze gevraagd? Eina Sa'imun? Fayaqumun. De mensen die hiertoe behoren, zullen opstaan. Dus de mensen, de vastenden zullen herkenbaar worden. De mensen die daadwerkelijk goed hebben gevast, zoals het hoort. Fayaqumun. En deze deur van Riyan, daar zullen ze naar binnen gaan. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقْ. Er zal niemand naar binnen gaan door die deur, door Babur Riyan. Behalve de vastende. Vast jij nu niet, of vast jij nu niet volgens de regels zoals het moet, of dat je zoveel mogelijk regels probeert na te leven, dan moet je bang zijn dat je die dag niet tot de gelukkige mensen behoort. Dit is een luxe positie die dag. Dit is de dag dat vastende gaan pronken met alle dorst en honger die ze hebben geleden. Want alleen zij mogen die deur naar binnen gaan. Fa'idha dakhalu ughliq. Op het moment dat alle sa'imun naar binnen zijn gegaan, gaat de deur dicht. Je kan dan niet zeggen van, had ik maar gevast zoals het moest. Had ik maar alles uit mijn vaste gehaald. Had ik maar correct gevast. Had ik mijn vaste maar zonde los qua inhoud laten zijn. Dan is het te laat. Fa'idha dakhalu min wahad. Dan gaat de deur dicht en die gaat niet meer open. وفي رواية من دخل شرب ومن شرب لم يضمع أبدا. Op het moment dat je binnen bent, dan ga je drinken. Voor de sa'imin die gedurende deze wereldse leven niet mochten drinken tijdens het vasten. Die hebben, zoals dat zegt, die hebben gewikkeld, die hebben doorgezet. Om sabr te hebben gedurende het vasten. Op die dag mogen ze drinken. Wat gebeurt er met deze drinken? Dat is niet een kopje water die wij hier drinken en dan na een uurtje hebben we het weer nodig. Daarna zullen zij nooit meer dorst hebben. Zij gaan van iets drinken. En vervolgens zullen ze nooit meer dorst hebben. Het zal genoeg voor hen zijn. Wie krijgt dit? As-Sa'imun. Wie zijn de Sa'imun? De mensen die de waarde kennen van het vasten voor Allah subhanahu wa ta'ala in zijn algemeenheid. En specifiek in Ramadan. Die zichzelf verwijderen van zondes en ma'asi. De mensen die zichzelf herpakken, hun hart sturen en niet hun hart hen laten sturen. Die zelf het stuur overnemen en zichzelf gaan sturen. En naar zichzelf gaan kijken en zichzelf gaan sturen en het allerbeste van Ramadan willen gaan maken. Maak dus goed gebruik van deze gezegende maand. Verfris je intentie bij alle aanbiddingen die je gaat verrichten. Shahru Ramadan is er niet alleen maar om te vasten, om niet te eten, niet te drinken. Er zijn salawat, er zijn doros, er zijn vermaningen. Er staan allerlei aspecten waar je je sterk voor moet gaan maken in deze maand. Om jezelf op te tillen qua taqwa, qua niveau. Om jezelf het gevoel te geven van, ik stond er als moslim. Ik heb het gered, ik heb het doel behaald. Ik heb als moslim Allah subhanahu wa ta'ala tevreden gemaakt. Dat je gewoon trots op jezelf kan zijn. En niet altijd met een neerwaartse blik naar jezelf moet kijken of in de spiegel. Van wat ben ik eigenlijk voor een, zover zal ik komen met jullie mooie gezichten, mashallah. Maar wat ben ik nou voor waardeloze moslim? Of wat voor waardeloze dag heb ik al gehad? Of ik heb het weer niet gehad, ik heb weer Allah niet tevreden gemaakt. Nu opstaan. Sta op en zorg ervoor dat je die actielijst die ik jullie zo net vertelt, letterlijk meeneemt. Gewoon volgens basisschoolniveau. Gewoon opschrijven, meenemen met een pen met je meenemen. Op het moment dat je verzwakt, pak je lijst erbij. Wat wil ik vandaag bereiken? Wat wil ik deze week bereiken? En wat wil ik de laatste 10 dagen bereiken? En wat wil ik in deze gehele Ramadan bereiken? En dat bijhoudt. En ik beloof jullie bij deze. Wallahi, jullie zullen geen spijt krijgen. Aan het eind van Ramadan. Al heb je van de 10 dingen 2 of 3 behaald. Slechts 2 of 3 dingen behaald. Wallahi, je zal tevreden zijn over jezelf. Je zal een voldoeningsgevoel krijgen bij jezelf die je niet eerder hebt gehad. En je zal voelen en merken
hoe een moslim, een werkelijke moslim, zich voelt. Een moslim die een dagelijkse taak heeft. Die als hij wakker wordt, niet denkt van, waar moet ik vandaag werken? Of moet ik vandaag boodschappen doen? Dat moet hij wel denken natuurlijk, maar wat moet hij als eerst denken als hij wakker wordt? Hoe ga ik vandaag Allah subhanahu wa ta'ala tevreden maken? Op dinsdag kan dat op een bepaalde manier. Dat hoeft woensdag niet zo te gaan. Je kan weer een hele andere aanpak hebben. Je kan de maandag gaan vasten. Je kan de dinsdag een dars gaan bijwonen. Je kan de woensdag maandag vasten. Dat bedoel ik natuurlijk buiten de Ramadan. Tijdens de Ramadan kun je natuurlijk de roos bijwonen. Zoveel mogelijk salawat bijwonen. Het tarawih gebeden. De broeder heeft jullie verteld wat het betekent als je de tarawih begint met bidden. En je blijft totdat de imam klaar is. Wat voor ajr je daarvoor krijgt. Is dat niet genoeg voor ons? Om onszelf vast te pakken, die ziel van ons, die vol met slechtheden zit, om stevig te pakken en hen te gaan sturen. Om nou te zeggen van, mensen denken dat ik een man ben, maar als je ook zelf diep van binnen, als je in de spiegel kijkt, denk van, ik ben echt een man. Ik ga mezelf besturen. Ik ga alles eruit halen van deze Ramadan. En ik weet 100% eind van de Ramadan ben ik trots op mezelf. En ik weet ook dat volgens de capaciteit die ik bezit, Allah subhanahu wa ta'ala ook tevreden over mij zal zijn. Want ik heb alles gedaan wat ik kon. Zoals ik al eerder heb gezegd, niet kijken naar wat anderen doen. De anderen zullen wellicht wat stap wat sneller dan jou kunnen maken. Maar kijk naar jouzelf. Hou jouw eigen ontwikkeling in de gaten. En zorg ervoor bijvoorbeeld dat je ook hongerig wordt naar goede daden. Vooral tijdens deze maand en vervolgens als je hem doortrekt. Maar vooral deze maand. We staan nu even specifiek stil bij deze maand. Hongerig wordt naar goede daden. Als je een kans ziet om iets te doen, niet twijfelen, doen. Zie je dat ze ergens geld aan het inzamelen zijn. Bijvoorbeeld voor het vaste verbreken van bepaalde mesaïkien die hier komen. Die helemaal niets hebben en hier geheel komen drinken bijvoorbeeld. En ze gaan inzamelen. Twijfel niet. Dit is weer een deur naar goedheid. Dit is weer een deur naar hasanat. Dit is weer een deur om die jackpot van jou goed te vullen. Die we heel erg hard nodig hebben. En zo zijn er verschillende deuren. Gedurende het hele jaar, maar gedurende de Ramadan. Maar in de Ramadan zijn de hasanat. En de beloningen vermenigvuldigd. Dus maak er gebruik van. En zorg ervoor dat we op basis, door middel van deze maand ook een band proberen te krijgen met de moskee. Met de huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En niet het gevoel gaan krijgen dat dit een Ramadan editie is. Dat ik iemand anders pas weer volgend jaar aan het eind, af aan het begin van Ramadan weer zie. Dan denk ik van, hoe gaat het met je leven nog? Ja, ik leef nog. Ik was hier gewoon in de buurt. Ik leef hier gewoon. Ik ging naar werk, in huis. Hoe kon ik je de hele tijd niet zien? Geen enkele keer in het hele jaar? Ja, klopt. Want het is nu Ramadan. We dachten weer een beetje aan de moskee. Nee, broeder. Probeer niet in die val te trappen. Probeer nu de moskeeën overvol zijn. Nu de doros een volle toeren maken. Nu je elke dag, dan ben je altijd, maar elke dag welkom bent hier om doros bij te wonen. Om rustig te zitten, om een hoekje te pakken, om Koran te gaan lezen. Probeer daar gebruik van te maken. Niet alleen om de aanbidding, waar je zeer veel hasanat voor krijgt, maar ook om een band te creëren met de moskee. Om te zeggen tegen jezelf van, ik herken me met de moskee. Als ik hier binnenkom, is het mijn huis. Als ik hier ben, wil ik eigenlijk mijn tegenzin weer terug naar mijn echte huis. Want hier kom ik tot rust. Hier hoor ik dhikrullah, hoor ik de gedenkingen van Allah. Al-abi dhikrillah tot mijn in qulub. Wil je dat jouw hart tot rust komen? Bezoek de moskeeën. En gebruik deze maand naast alle aanbiedingen. Qadr istita'a, de een is wat drukker dan de ander. Om een band te creëren. Om vervolgens na de Ramadan daarop voor te borduren. Want als je die band niet hebt. En je gaat later pas beginnen. Dan zal het moeilijk zijn. Ik kan wel zeggen van, geer inshallah. Dan moet je het proberen, inshallah, kijken verder. Maar ik heb liever dat ik je nu de realiteit vertel. En nu al een stapje van tevoren al vertel wat je moet doen, of wat je het beste kunt doen, dus 6 tips, om die stap voor te zijn. Om straks daarop voor te borduren en jouw leven een islamitische tint te gaan geven, of jouw islamitische leven sterker en meer gebonden aan de moskee te laten zijn. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.